Doei Nederland. We zijn in Mexico. Beetje zon van het geld. Maar... We hebben geen idee waar we moeten uitstappen. Van Spaanse Costa del Sol. Op naar Schiphol. Deze informatie gaan wij 16 april door naar Atlanta, maar dat is niet zo. Nee, want het is zo, als je Mexico inkomt, dan willen ze ook gelijk een uitreisticket van je hebben. Wij weten nog niet hoe lang we in Mexico blijven en waar we dan heen gaan naar Mexico. Dus dan kun je eigenlijk een soort van onboard ticket kopen op verschillende websites. Best onboard en onboard ticket. Ja. Dan reserveer je of huur je eigenlijk een echt ticket. Dus dan als je check of je op de vlucht zit, dan sta je er ook echt op. En je betaalt dan $12 en dan heb je een soort van goedkoop ticket en dan annuleren zij het weer voor je. Ja. En we hadden eind van de dag gingen we dat regelen, maar dat duurde allemaal lang en we hadden een beetje stress van, want het kwam niet op tijd binnen. En nu hebben we er twee, dus we vliegen 16 april naar Atlanta, maar ook naar New York. En soms moet je al op Schiphol bij inchecken laten zien dat je verder vliegt, dat hoefden we niet te laten zien, dus, maar misschien wel in Mexico. Ja. Dus we hebben nog niet voor niks, maar misschien uiteindelijk wel. Wij zitten nu lekker aan een biertje. Lekker aan een biertje. En wij gaan ons klaarmaken voor de vlucht. Yes. Doei. Doei Nederland. We hebben net flappen getapt. Nu gaan we even een buskaartje kopen. We zijn in Mexico. Eindelijk aangekomen. Oh, dat was zo'n lange vlucht. Niet normaal, echt. Maar goed, we hebben net geld gepint. En bustickets gekocht. En nu zijn we op zoek naar de bus. Wachten we op de bus. Ja. We staan al klaar. Het ging echt allemaal wel super verspoedig. Ja. In Nederland inchecken ging goed. De vlucht had eigenlijk nauwelijks vertraging. Het was gewoon een lange vlucht. Het was gewoon een ruim 11 uur vliegen. En wat de tegenwind, dus het was wel 11,5 uur of zo. Ja, en hier aankomen, ook bij de douane, eigenlijk allemaal prima. Een paar blaadjes invullen. We hebben 180 dagen visum gekregen. En in één keer een busticket gekocht, geld kunnen pinnen. En we hoefden ons uitreisticket niet te laten zien. Dus die hadden we voor niks. Ja. Maar goed. Maar twee uitreistickets voor niks. Ja. We hebben geen idee waar we moeten uitstappen. Maar we zien het wel. Komt vast goed. Eerste etentje. En wat eten we met? Tacos. Tacos. Nou, we hebben net onze eerste avondmaaltijd gehad. We hebben in totaal voor €6 gegeten. Gewoon met lekker biertje erbij en echt allerlei verschillende soorten tacos. In Amsterdam haal je daar één biertje voor, hè? Dus, en ik heb de rekening. Matt heeft de rekening in het Spaans gevraagd, jongens. Een applaus voor Matt. Dankjewel. Het is 8 uur, maar voor ons is het al 2 uur 's nachts. Dus we gaan lekker en naar bed. Dus tot morgen. Tot morgen.
Goedemorgen. Goedemorgen. Dag 2. We hebben vannacht een hele lange nacht gemaakt, want we waren echt super moe. Dus we hebben echt van 9 tot 7 of zo geslapen. Ja. En nu gaan we even nog meer geld binnen, simkaart halen, wat andere dingen halen. En ik zal jullie even onze kamer laten zien. Dit is het uitzicht. Daar hebben we vanmorgen ontbeten. En nou, dan is hier onze kamer. Aircootje, die het niet zo heel goed doet. Ja, prima hoor. Ja, hij doet het prima. Stoeltjes, hier liggen al onze spullen. En dan hier een soort van wastafel. En de badkamer. Met een midget wc. Die wc is echt gemaakt voor hele kleine mensen. Met, waar zijn we beland? Ja, een soort van Spaanse Costa del Sol. Spaanse badplaats, echt. De strip of zo. Je hebt hier zelfs een Hooters. Oh ja, hier mega club. Crocswinkel. Met, maar je hebt allemaal je tefa's aan. Je hebt geen crocs nodig. Buikje vol gegeten en nu bij de lokale bus stop aan het wachten op de bus terug naar het hostel. Het is vrijdag, dus Matt wil even bier halen voor de vrij Mibo. Nou, het is vrijdagmiddag 2:30, dus tijd voor de vrij Mibo. Tijd voor de vrij Mibo. Hard gewerkt. Cheers. Cheers. We waren vanmiddag hier en toen zagen we een klein foodcourtje. Toen dachten we komen terug. Maar nu staan er superveel. Dus we gaan even kijken. Jij gaat daar op de stier rijden. Jawel. Laat even weten of jullie vinden dat Matt op deze stier moet rijden. Oké, laat even weten of jullie vinden dat Stef in deze mooie roze auto moet gaan rijden. Ja, ja, die is mooi. We zitten naast de discotheek. En we hebben lekker nachos. Van een van de foodcourt dingetjes. Laatste avond in Cancún en we gaan nu onze spullen inpakken. Oh, hierbij kort, wat vonden we van Cancún? Ik vond het wel een chille eerste plaats om te zijn. Wel echt heel toeristisch, maar op zich wel chill. Ja. Ik ook, ik vond het eten lekker. Het openbaar vervoer is makkelijk, je kan makkelijk met de bus. Ja, heel goedkoop ook. Heel goedkoop. We hebben nog leuke
food market ontdekt. Ja, dat was echt hartstikke leuk. Ja. Dus al met al vond ik het echt een superleuke plaats om, om de reis te beginnen. Ja, dus nu snel inpakken en dan slapen en morgen met de bus.